Een heel goede avond. Dit is Ter Zake. Ook bedrijven trekken aan de alarmbel over de energieprijzen en de ongeziene crisis waarin we terechtkomen. Die crisis die we nu gaan meemaken, laat ons hopen dat we mis zijn. Wel, die crisis zou de ergste kunnen zijn. Ik ben 60 jaar zelfstandig ondernemer. Dit heb ik nog niet meegemaakt. Over stijgende facturen en stijgende inflatie praat ik met Pieter Timmermans van VBO en met arbeidseconoom Stijn Baert. Het is dinsdag 30 september. Hartelijk welkom. Dus ja, er moet actie zijn zonder de mensen iets wijs te maken. We gaan door een diepe crisis gaan. Ik denk dat we de mensen recht in de ogen moeten kijken. Ik denk ook dat de overheden, de regeringen, zelf het voorbeeld moeten geven over hoe je kan besparen op energieverbruik. Daar moeten ook meer acties ondernomen worden. Op dit moment zit de kern van federale ministers samen om het overlegcomité over de energiecrisis voor te bereiden. Dat overlegcomité, een samenwerking tussen alle regeringen van dit land, net zoals tijdens de coronapandemie, komt morgen samen. Maar niet iedereen voelt zich even betrokken of verwacht veel van dat overleg. Ja, ik heb ook geen agenda ontvangen van het overlegcomité. Uiteraard willen we overleggen, maar federaal heeft alle hefbomen in handen om in te grijpen wat dat zij moeten doen. Ik zie alleen discussies over die kerncentrales, terwijl dat ik al 2 jaar zit te zeggen van houd die alstublieft open. Heel de discussie rond de overwinsten. Ook al Tine van der Straten zegt dat het wel gaat, een andere collega zegt dat het niet gaat. En dat is bijzonder frustrerend. Nochtans maken veel mensen zich veel zorgen over de betaalbaarheid van hun elektriciteitsfactuur. Ook de bedrijven, grote en kleine, kreunen onder de ongeziene prijzen voor gas en elektriciteit. Bij voedingsbedrijf Walravens in Jette produceren ze maaltijden voor ziekenhuizen en scholen. De cijfers van hun facturen spreken voor zich. De energieprijzen zijn de pan uitgereisd. De maand juli was exponentieel onwaarschijnlijk hoge prijzen. Als ik u een vergelijkingsbasis mag geven, 2 jaar geleden zat de maand juli op een 5.000 euro. Vorig jaar 8, dit jaar 20.000 euro voor 1 maand elektriciteit. En hopelijk kruisen we de vingers dat dit een tijdelijk fenomeen is, want anders zitten wij effectief met heel grote problemen. Vandaag werden ook nieuwe inflatiecijfers bekendgemaakt. En ook die stemmen helaas niet optimistisch. Het inflatiecijfer bedraagt voor augustus 9,94%. Dat is het hoogste niveau sinds maart 1976. Toen zaten we aan 9,96%. Het leven is op dit moment bijna 10% duurder dan een jaar geleden. En ik praat erover met Pieter Timmermans van het Verbond der Belgische Ondernemingen en Stijn Baert, arbeidseconoom en ook lid van de Indexcommissie. Ik geef ook nog even mee dat we de vakbonden vanavond hadden uitgenodigd, maar nog Miranda Ulus, nog Mark Leemans konden zich vrijmaken op dit moment. Meneer Timmermans, we hoorden daarnet mevrouw Demir zeggen wat ze zei. Hoe zit het bij u? Verwacht u wel iets van dat overlegcomité? Ja, ik verwacht daar veel van. Eerlijk gezegd, de bedrijfsleiders zijn vandaag bezig met wat ze zien op het terrein. Ik hoor daar iemand zeggen, de factuur is gestegen naar 20.000 euro. Ik heb een bedrijf onlangs aan de telefoon gehad waar de factuur van 4 miljoen euro naar meer dan 20 miljoen euro op jaarbasis zal stijgen. Dat zijn gigantische bedragen. En dus nu is een bedrijfsleider niet bezig met wie is verantwoordelijk voor wat. Welke bevoegdheden zitten waar of hoe. Oplossingen moeten er komen. Samen tot iets kijken. De back-office, hoe dat men zich organiseert en wie doet wat, daarmee is de ondernemer vandaag niet bezig. Oplossingen moeten er komen. Wie moet wat doen, dat is voor het overlegcomité, maar er moet iets gebeuren op het vlak van prijzen. Er moet iets gebeuren over, ik hoor minister Van den Broek terecht zeggen, besparen waar het kan, het energieverbruik naar beneden halen waar het kan. De overheid moet het voorbeeld geven. Ik heb deze morgen overleg gehad met bouwpromotoren en met vertegenwoordigers van de real estate in Brussel. Die zeggen, wij willen iets doen. Wij moeten in de winter onze temperatuur in onze gebouwen misschien wat lager zetten. Ook de prijsvormingsmechanismen moeten aangepast worden. Europees gaan spreken met de Noren om de gasprijs naar beneden te halen. Ik denk dat de premier De Croo een zeer belangrijke uitstap heeft gemaakt, alhoewel dat daar naar buiten niet veel van uitlekt. En dat vind ik dan ook maar goed.
Dus we hebben vandaag aan het overlegcomité een plan van een tiental maatregelen voorgelegd die op korte termijn, middellange termijn en lange termijn kunnen bijdragen om die prijzen naar beneden te krijgen, om de energiefactuur voor bedrijven ook betaalbaar te houden. Oké, we hebben het daar zo meteen over. U zegt, ik hoor veel van die bedrijven. Er is de bezorgdheid over die enorm hoge facturen. Is er ook sprake bezorgdheid dat het productieproces in gedrang kan komen? Ja, zeker en vast. Tekorten bijvoorbeeld? Ik heb hier een lijst van bedrijven. Arubis, Nierstar, Sonaca, Thales, Safran en zo verder. Dat is allemaal in de grootste economische sector van ons land, de agoria-sector, de technologie-sector, maar ook in de andere sectoren, voeding, alles wat te maken heeft met chemie en andere, heb je duidelijk spanningen. En dus waar wij als VBO al maanden voor pleiten, dat is, wees op je hoede. Wij wisten het al 6 maanden geleden dat dit vandaag ging gebeuren. Oké, vandaag is het 11:55, is het misschien 11:55, maar het is nog niet te laat om te handelen. Dus ik wil vandaag ook positief inspelen op wat er morgen zal gebeuren, of hopelijk zal gebeuren in het overlegcomité. Ja, professor Baert, hoe ziet u dat? Gaat morgen iets opleveren? Want we horen ook, er ligt op tafel wat eigenlijk al voor deel. Ja, ik kan daar alleen maar als burger naar kijken. En ik ben wel wat into mindfulness. Dus hoge verwachtingen, dat vind ik niet zo interessant. Maar wat hier nu gebeurt, minister Demir, die zegt, ja, ik zal wel gaan, maar ik ga geen voorstellen meenemen. Langs de andere kant, Conor Rousseau, die gisteren zegt, ik moet een overlegcomité hebben, maar kom niet aan de deur staan, want vermoedelijk gaan we nog niet te veel beslissen, ja, dan denk ik als burger, u vraagt mij om voor u te stemmen, u vraagt mij om u te vertrouwen dat u mij zult leiden. Wel, leid mij dan. En dan hoop ik dat het een beetje snel mag gaan, dat het een beetje gericht mag zijn. Okay. En dat het niet zal zijn zoals de rest van het voorjaar, waarbij men eigenlijk heel veel generieke maatregelen heeft genomen en veel geld heeft verspreid over nog meer mensen, zodanig dat wie in de problemen zat, daar bleef zitten. En langs een andere kant ook wel wat geld ging naar mensen die het niet nodig hadden. Ja, laten we het eens hebben over wat u op tafel legt als globale aanpak. Wat is daar, want we kunnen uiteraard niet op alles ingaan, wat is daar het allerbelangrijkste in? Wel, ik zou zeggen, er zijn een paar elementen belangrijk. Eén, je moet inspelen op de prijs. Alles begint met de hoge gasprijs. Dus in eerste instantie moeten wij gaan spreken met Noorwegen. Dat is onze belangrijkste partner en leverancier van gas, die vandaag heel veel inkomsten genereert. En ik hoor dat zelf... vind ik opmerkelijk dat u dat zegt. Gisteren is de premier in Noorwegen geweest. We zagen ook interviews die daar gebeurden. En dan is de reactie van de Noren eigenlijk redelijk zuinig. Van ja, maar dat gaat hier over privébedrijven. Wij kunnen daar eigenlijk niet in tussenbij te komen. Ja, maar vandaag mag je die redenering denk ik niet aanhouden. En ik denk dat vanuit Europa daar een gesprek moet plaatsvinden, echt met de Noor. En wat ik van hoor van mijn collega's Ginder, dat is dat dat gesprek wel degelijk mogelijk is. Maar natuurlijk, je moet dat op een ordentelijk georganiseerde manier doen. Maar belangrijk zou zijn, mocht er daar een signaal komen, dat is een signaal naar de markten. Je hebt gisteren gezien dat men in Duitsland aankondigt, de gasreserves zijn meer dan aangevuld, wat een effect dat geeft op de prijs. Mocht er nu een akkoord kunnen gemaakt worden tussen Europa en Noorwegen om die prijs nog maar te doen dalen met een fractie, dan is dat een signaal naar de markt van die irrationaliteit die vandaag op die markt geest, wij gaan dat niet toelaten. Dat is één. Twee, weet u, er bestaan... We betalen in onze elektriciteitsfactuur een prijs voor de CO2-quota, zoals men dat noemt. Er staat nog een reserve aan quotas ter beschikking. Breng die op de markt, dat zal een neerwaartse druk op de prijs hebben. Je hebt een Europees framework dat toelaat om gerichte, doelgerichte staatssteun te geven met goedkeuring van Europa aan bedrijven die in zeer zware moeilijkheden zitten. Activeer dat. Wij zijn een van de weinige landen die dat niet heeft gedaan. Onze accijnzen bijvoorbeeld, breng die op het niveau van het gemiddelde van Europa. Dat is een kleine marge, maar dat is opnieuw een signaal. Het prijsvormingsmechanisme staat ook in ons voorstel, moet aangepast worden. Commissievoorzitter van der Leyen gaat een aanzet daartoe doen. Ik denk dat dat een belangrijk iets... Daar gelooft u in, dat kan werken. Maar wat professor Baert daar juist zegt, het is nu een kwestie van snelheid maken. We kunnen niet meer zeggen, we gaan het tegen begin volgend jaar wel ergens gaan oplossen. Het is nu dat het moet gebeuren. Meneer Baert, dat is wat de bedrijven vragen. Ik wil het met u hebben over wat we vandaag ook hoorden. Komt daar bovenop.
die hoge inflatiecijfers. We weten allemaal, dit maakt veel producten, dagelijks producten, veel duurder. Hoe ernstig is dit? Exact, het komt er bovenop, maar in feite gaat het ongeveer over hetzelfde. Namelijk prijzen die we niet in de hand hebben, die zeer snel stijgen. En mensen die daarvan de dupe zijn in deze, in de inflatie natuurlijk. Ja, ook de mensen thuis, de gezinnen. Hè. We zien, het heeft daarnet in de grafiek gezeten, de prijzen 9,94% hoger dan een jaar geleden. Want dat is wat inflatie is. Ja, dat is gigantisch. Hè. Normaal verwachten we een inflatie van een 2%. Dat is wat de Europese Centrale Bank nastreeft. Geen 0%. Het is een beetje zoals met eten. Te veel is niet goed, maar te weinig is ook niet goed, omdat mensen wel hun geld moeten uitgeven. En als het altijd dezelfde waarde heeft, ja, dan zal de economie ook niet draaien. Maar 2% naar 9,94%, ja, dat is een gigantisch verschil. En kan dit nog verder stijgen? Dit kan verder stijgen. Nu, de Europese Centrale Bank, dat is de instantie die daarover nadenkt. En die zeggen, ja, wij verwachten dat het wel terug een beetje zal afvlakken. Ik had persoonlijk gehoopt dat, zag je net in de grafiek, de vorige maanden was er een beetje een plateau, dat zoals bij de coronacurven na een plateau terug zou afnemen. Dat zien we nog niet, maar dat is wel wat de Europese Centrale Bank verwacht. Nu, ze hebben dat de afgelopen maanden al wel een paar keer naast gezeten, ook degene die het best kunnen weten. Dus het is duidelijk heel onzeker. En het hangt met name zeker af van die oorlog in Oekraïne, die ervoor zorgt dat we een aantal grondstoffen niet hebben, waardoor dat die prijs daarvan stijgt. En langs de andere kant, ja, die energiecrisis, daar is dan net naar verwezen. Als men er in Europa in slaagt om dat onder controle te houden, ja, dan is de kans op lagere inflatie groot. Slaagt men daar niet in, ja, dan wordt het heel wat moeilijker en dan zijn we er misschien nog niet. Mm-hmm. Voor alle duidelijkheid, als dit blijft duren, is er een hele grote groep mensen die daar midscheeps door getroffen wordt? Dat is absoluut zo. Hè. Dus die 9,94% inflatie, dat betekent voor iedereen wordt het leven gemiddeld genomen zo'n 10% duurder. Op zich in ons land hebben wij een automatische loonindexering. Dat wil zeggen, onze lonen die volgen dat. Maar dat is niet voor de ene hetzelfde als voor de andere. Sommige mensen werken in sectoren waarbij die indexering later komt. Sommige mensen gebruiken veel gas. Mm-hmm. En dan zal dat gemiddeld... Bijvoorbeeld 10%... eenmalig hoorden we vandaag ook. Hè. In januari eenmalig precies, die index die schok die je dan krijgt. Dus achter gemiddelde zitten natuurlijk mensen. Enerzijds mensen die niet per se extra hulp nodig hebben. Anderzijds mensen die echt veel hulp nodig hebben. En dan helpen die generieke maatregelen van dit voorjaar echt niet. Dan moet men keuzes durven maken met de middelen die er zijn. Ja, heeft ook grote gevolgen voor de loonkosten. Ook iets waar VBO al lang over klaagt. Ja, hoe schat u dat in? We kennen uw pleidooi al langer om die voortdurende indexkoppeling los te laten, een indexsprong te maken. Maar dat lijkt nog altijd onbespreekbaar, hè, toch? Wel, als je in de wetstraat rondloopt, ja, dan is dat iets wat blijkbaar niet kan of onmogelijk is. Mijn reactie is daar heel eenvoudig op. Net omdat het zo'n moeilijke periode is voor heel veel mensen. Ofwel is de inflatie laag en dan zegt men het is geen probleem, ofwel is de inflatie hoog en dan is men kunt er niks aan doen. Het gevolg is dat wij vandaag 15 à 16% duurder zijn. Dus ik nodig iedereen uit om zijn bedrijf op te starten, een product te maken dat uw concurrent in Nederland, Frankrijk en Duitsland maakt en die is 16% goedkoper. Ja, en maar ik verwijs nog even naar al die mensen die nu al zoveel schrik hebben hoe ze deze winter gaan doorkomen. En terecht. Dus dat is dan toch iets waar je op dit moment niet aan kan raken? Nee, maar terecht. Het is niet het moment om aan te raken. Maar als men er niet over nadenkt, zal de schok voor die mensen in 2023 nog veel groter zijn. Want als je je job verliest of als je op tijdelijke werkloosheid gestuurd wordt, dan pas gaat die koopkracht achteruit. Dus wij zijn vandaag aan het kijken met oogkleppen naar de situatie van vandaag. Heel erg voor heel veel mensen. Vandaar dat ons voorstel al een tijdje was, op het moment dat de inflatie nog niet zo hoog was, doe zoals in Luxemburg bijvoorbeeld. Stel een indexering wat uit en voor de laagste inkomens compenseer dat via een fiscale maatregel. Ik hoor minister Vincent van Petegem nog pleiten voor een fiscale hervorming gericht op lage lonen en dergelijke meer. Combineer dat met loonvorming en je hebt iets zinvol te doen op dit moment. Want met een inflatie van 10% is een automatische indexering dodelijk voor de jobs van de mensen. Goed. Meneer Baert, ik laat u meteen reageren. Maar eerst kijken we naar een reportage. We gaan even terug in de tijd ook met die vraag: hoe pak je deze levensduurte aan? Hoe toom je die energieprijzen in? Kunnen politici dit complexe probleem überhaupt echt oplossen? We legden het voor aan de minister van Staat die een soortgelijke perfecte storm al eens eerder meemaakte. Lauke van den Driessen.
Ik vind het gewoon degoutant dat die energieprijzen zo stijgen. Het is heel moeilijk om altijd te zitten cijferen, om altijd te tellen. Het is niet voor te lachen, hè. Als het vriest buiten en je zit met dat kind in de kou. Het zou zomaar vandaag kunnen zijn, maar het zijn beelden van 2012. Ook toen kampte ons land met hoge energieprijzen. Peanuts in vergelijking met vandaag. Toch greep de overheid 10 jaar geleden vrij drastisch in. Onze gas- en elektriciteitsprijzen zijn bij de hoogste in Europa. Dit jaar worden de prijzen voor gas en elektriciteit ook bevroren. Dit jaar gaan we het met deze bevriezing kunnen doen. Dat is een belangrijk element. Maar natuurlijk, vanaf 2030 moet er ook structureel iets gebeuren. Johan van de Lanotte, toen minister van Economie, bevroor de energieprijzen. Samen met staatssecretaris voor Energie Melchior Wattelet voor een groot deel van 2012. Dat zorgde voor heel wat kritiek uit Europa. En het jaar nadien werd de elektriciteit alweer wat duurder. De gasprijs bleef nog een poosje lager. Vandaag zijn de prijzen vele malen hoger en longt men opnieuw richting prijsblokkering. Je kunt 2012 en 2022 niet vergelijken. We hadden een intern mechanisme dat verkeerd was, dat de prijzen te hoog waren. Nu zitten we met een internationaal gegeven. De basisoorzaak is natuurlijk dat we in een oorlogssituatie zitten, maar bovendien dat we dat niet erkennen. Op vandaag laat men de vrije markt spelen, maar in een oorlogssituatie kun je dat niet. En dus, stelt Van de Lanotte, moet de overheid opnieuw ingrijpen, maar anders. Onze elektriciteit wordt vandaag gedeeltelijk opgewekt in gascentrales, wat de prijs de hoogte induwt. Maar er komt ook elektriciteit uit kerncentrales, zonnepanelen en windmolens. En hoewel de productiekosten bij die laatste niet stegen, wordt alle elektriciteit in het huidige prijsmechanisme wel even duur verkocht. En daar moeten we vanaf, zegt Van de Lanotte. De kerncentrales, de hernieuwbare energie, als we daar zouden zeggen, kijk, die elektriciteit is geplafonneerd, moet je ook tegelijkertijd zeggen, je mag dat niet uitvoeren naar landen die dan meer willen betalen. Dus een heel strakke noodeconomische wetgeving die heel veel beperkingen oplegt. Ja, want kan dat zomaar zeggen, je mag niet uitvoeren? Dat is wel heel vergaand. Dat kan in principe niet, behalve in noodsituaties. En dus ik weet wel, men zegt dat je kunt die prijs van kerncentrales niet beperken en ook niet van hernieuwbare energie, want er zijn contracten en dat is allemaal juist. Maar je moet dat doorbreken. In een noodsituatie moet men dat, toen we de bankencrisis hadden, was dat een noodsituatie, dan zijn heel veel contracten niet gerespecteerd. Dan heeft men gezegd, het gaat over het financieel overleven van een land. Dus moeten hier noodmaatregelen komen. Het gaat nu over het financieel overleven van onze industrie, van onze werkgelegenheid en van de mensen zelf, van de gezinnen zelf. En dat de inflatie vandaag bijna 10% blijkt te bedragen, maakt de situatie nog moeilijker. Dus je hebt de spanning bij werknemers die vaststellen, ik werk hier op een normale manier, maar ik kom er niet toe. En je hebt een bedrijf die zegt, wij proberen te werken, maar de kostprijs is te hoog. Dus dat is echt wel een groot probleem. Vandaar een voorstel dat ik gelezen heb onlangs, is dat men zegt, goed, de enige manier is dat het niet meer kost voor de bedrijven, maar dat het meer opbrengt voor de werknemers, dus dat je eigenlijk belastingen verlaagt voor de werknemers. Maar dat betekent natuurlijk dat het de kost bij de staat ligt. Maar meer dan vermoedelijk is dat de enige manier om uit die paradox te komen. Als we niet willen dat het de bedrijven zijn die moeten betalen en we willen niet dat de mensen tekort komen, dan zal het de derde zijn die moet betalen. Dat is dan meestal de overheid. Ja, meneer Baert, wat vindt u van dit voorstel? Ja, er is een aspect waar dat ik meneer Van der Lanotte volg en een aspect waar ik hem niet in volg. Ik volg hem niet wanneer hij zegt, ja, we moeten in oorlogstijden een ongewone maatregel nemen en niet meer gaan uitvoeren, als ik het goed begrepen heb. Ja, in oorlogssituatie hebben wij wel Europa nodig, denk ik. En moeten we als landen ook wel samenwerken op dit moment, zeggen van wij gaan de regels herdenken en wij gaan misschien niet meer onze energie laten stromen naar andere landen die je nodig hebben. Ja, dat zijn wel onze bonden.
bondgenoten. Dus daar volg ik hem Maar dan niet. Gaan we ervan uit dat er een oplossing komt, hè, op Europees vlak? Ja, en dat hoop ik. Hè. Ik bedoel, normaal gezien een loonplafond, of een, excuseer, een plafond op de prijzen leggen, lijkt mij geen goed idee, omdat je dan de aanvoer van energie, dat je die niet meer zult krijgen. Dat bedrijven die verkopen waar die wel nog de normale prijs is. Op dit moment, mocht je het op Europees niveau kunnen doen, ja, zit je waarschijnlijk met dat prijsplafond nog altijd onder de andere continent, waardoor dat die energie zich niet zomaar verspreidt. Dus daar hoop ik dat we snel kunnen gaan. Waar ik hem wel in volg, en daar vind ik een mooi contrast met wat zijn gedachtegenoten van de PS zeggen. Hè. Die zeggen, je moet alleen naar de gezinnen kijken, de bedrijven zullen het bij wijze van spreken wel geregeld krijgen. Ja, daar vind ik wat meneer Van der Lotte zegt een stuk evenwichtiger, omdat de bedrijven, dat betekent de concurrentiekracht van de bedrijven die we moeten onderhouden, dat zijn ook de jobs van de gezinnen. En ja, het is maar als je natuurlijk je job verliest, dat je echt qua koopkracht naar beneden gaat. Mm-hmm. Ja, meneer Timmermans. Wat denkt u als u dit hoort? Want uiteindelijk, meneer Van der Lanto geeft zelf toe, de situatie is niet meer te vergelijken. Maar in deze staat van perfecte storm eigenlijk, nood breekt wet. Dat is wat we horen. Wel, inderdaad, nood breekt wet. Maar zoals professor Baart er juist aangaf, je moet nood breekt wet toepassen op Europees niveau vandaag. Vandaar dat ik zei daar juist, het gesprek met Noorwegen is zo belangrijk. Het gesprek over het prijsvormingsmechanisme, waar we ook voorstellen over gedaan hebben, is zo belangrijk, maar je moet dat op Europees niveau doen. Je zit vandaag in een intergeconnecteerde aarde, zoals men dat noemt, intergeconnecteerde gas- en elektriciteitsmarkt. Wij steunen vandaag Frankrijk. Wij hopen dat morgen Frankrijk ons steunt. Dus dat moeten we blijven behouden. Maar we zitten vandaag in een veel moeilijker positie dan 10 of 12 jaar geleden. Omdat je vandaag een energiestorm samen met een competitiviteitsstorm hebt. En vandaar, ik volg hem perfect en ik pleit al maanden daarvoor. We hebben een tripartite overleg. Tripartite betekent vakbonden, werkgevers en overheid nodig om een evenwicht te vinden tussen die drie pijlers. En die drie moeten vandaag tot iets komen. Want ik zie vandaag gebeuren. Eerst was het alles voor de consument. Kost veel aan de overheid. Gevolg, de bedrijven werden in de kou gelaten. Vandaag zitten de bedrijven in moeilijkheden, die gaan naar de overheid. En wat doet de overheid dan vandaag op tijd? Vandaag zegt u, alles voor de bedrijven. Ja, maar omdat dat de jobs zijn van morgen. Als we ons economisch weefsel onderuit willen halen, ik heb hier de lijst van bedrijven die we mogelijkerwijze gaan stoppen met produceren. Ja, wat hebben we dan bereikt? Ja. En dan zegt de overheid, nu moeten we het gaan oplossen. Belangrijk element is ook wel het geld kan niet meer uit de hemel vallen, meer nog. Het is vandaar, op. Het vandaar is op. Dat je dus een tripartiet overleg moet hebben en iedereen zal een stukje van de pijn moeten dragen. De onderneming, want... Dat betekent natuurlijk wel dat er politiek leiderschap is om dit enorme probleem aan te pakken. Leiderschap tout court, ook van de bedrijfswereld, ook van de vakbonden. Van iedereen. Een tripartiet overleg. Ik weet dat dat zeer moeilijk is. Ik heb de periode meegemaakt van het globaal plan. Minister Van der Lotte was er denk ik toen ook al bij. Dat is, en van Jean-Luc Dehaene. Dat is drie pijlers samenbrengen. En de pijn verdelen. Want we mogen niet vergeten, wij denken allemaal nog dat wij alles kunnen beheersen. Nee, dit is een externe economische schok die voor verarming zorgt in ons land. En we moeten de pijn op een eerlijke manier voor de bedrijven, voor de gezinnen, en voor de overheid trachten te verdelen. Oké, meneer Baart. Ja, u bent pleidooi voor een pact. In een heel voluntaristische dag. En ik hoor het u graag zeggen. Hè, vakbonden, werkgevers moeten samen met de regering zitten. Maar langs de andere kant stel ik wel vast dat werkgevers en vakbonden momenteel aan het schaduwboksen zijn. Hè. Voor een stuk de vakbonden zeggen, er moet bovenop die index nog wat bij. U nuanceert het vandaag een beetje, maar ik lees toch ook veel zaken vanuit de werkgevers die zeggen, ja, eigenlijk die automatische indexering, we gaan daar serieus aan draaien. En het is een schaduwboksen. En op zich, ik weet dat uw publiek dat voor een stuk verwacht, maar volgend jaar zult u inderdaad aan tafel moeten zitten. En ik hoop dat er achter de schermen wel gepraat wordt, zodanig dat het bij de iets heel leidt, belangrijke onderhandelingen over de loon. En meer onzekerheid kunnen we niet hebben wat dat betreft. Als er één organisatie in dit land is die verder dan zijn schaduw kan denken, ja, ik hoor het u vandaag dus zeggen. Ik ben in staat en ik heb de capaciteit met mijn organisatie om akkoorden te sluiten. Het zullen moeilijke akkoorden zijn. En ik geef nogmaals mee, ondernemingen leveren vandaag al zware inspanningen. Gezinnen leveren al zware inspanningen. De overheid doet dat ook. Maar als die drie met elkaar niet in overeenstemming zijn, dan pas gaan we moeilijkheden hebben. En dan zullen er draconische maatregelen zijn, zoals in het verleden. En dat moeten we absoluut vermijden. Maar zou je dan niet weten zijn dat vakbonden en werkgevers ook op dit moment al een beetje matigen in de publieke communicatie en
hetzelfde moment achter de schermen dat die loonnormen van volgend jaar voorbereiden. Want nu lekt dat water altijd elke dag dieper te worden. Voor alle duidelijkheid, want die onderhandelingen over de loonnorm, daar wordt nu al van gezegd, het is het dossier in het voorjaar waar de regering over kan vallen. Wat mij betreft hoeft dat niet, want de situatie van het voorjaar kennen we vandaag al. Mijn voorstel zou zijn, wij moeten vandaag die zaken bespreken. Loon en competitiviteit, welvaartsenveloppen voor niet-actieven en dergelijke dingen. Vandaag kennen we de situatie. Vandaag vragen de mensen oplossingen, niet in het voorjaar van volgend jaar. Hebt u informele contacten met de vakbonden daarover op dit moment? Ik ben een zeer grote voorstander van het colloque singulier. Dat wil zeggen dat ik niet aan de klok hang wat ik allemaal doe en zeg tegen mensen. En ik hoop van de tegenpartij hetzelfde. Maar als er geen contacten zijn in de marge van debatten, dan kom je nooit tot een oplossing. Oké, heren. Ik dank u beiden voor dit gesprek. En we zullen zien de komende maanden hoe dit verder evolueert. Dank u wel. En morgen weten we ook al veel. Om af te ronden gaan we nog even naar Waregem. Eén keer per jaar de hotspot van West-Vlaanderen met Waregem-koersen. Daar leven velen het goede leven. Maar hoe kijken ze daar naar de toekomst? Stijn Valk. Waar zit hier voor de crisis? Wel, vandaag is de crisis een dag achter ons. Vandaag is het genieten en de zorgen achterlaten en morgen uit de daar tijd genoeg voor. U ligt er niet van wakker? Nee, vandaag niet. Morgen wel. Allee, cher ami. Dat is de crisis, hè. De crisis de Waregem. Hier is er geen crisis. Dat is een van de meest economische streken van... best economische streken van België. Of van West-Europa. Le triangle d'or. Roeselare, Waregem, Kortrijk. Formidable. En burgemeester weet niet wat met zijn helden doen. Als je het nog niet voelt, zal het voelen. Het ziet er niet goed uit. Nee, ik ben daar bijna zeker van. In welke sector zit u? Of wat de voedingssector. En liever ook aan de horeca. De elektriciteitsprijzen en de gasprijzen zijn een beetje extreem aan het worden. Hè. En merkt u het al aan de klanten? Moeten ze afhaken? Ja, inderdaad. De particulier kan maar een euro één keer uitgeven. Hè. Je zou het niet zeggen vandaag, heer, dat er crisis is, maar het komt eraan. Het komt eraan, maar het is nog warm hè, nu. Het is nog warm, hè. Deze winter zou het zo warm niet zijn. Hè. Je ziet dat nu al, vind ik, dat er veel minder volk is dan andere jaren, vind ik persoonlijk. Wij komen al 40 jaar naar de koers. Waarschijnlijk ook met die hoge kosten van energie en al. Dus alles laat dan wel voelen, denk ik. Hè. Je moet positief blijven in het leven, hè? Anders raak je net eens. Hè? Anders zou je hier niet op Waregem-koersen staan. Hè? Als je negatief denkt, kom je niet naar Waregem-koersen. Waregem-koersen is enkel voor positieve mensen. U hebt het gezien bij het binnenkomen van de tent. En meteen links is de champagne en de oesterbaan. Ja. Ja, ja. Allee, voilà. Je kunt dus inderdaad betalen. En achteraan in de tent hebben we niet alleen de bar, maar de rode broek en de witte borsalino. Geeft u hem even een applaus, uw gastheer van vandaag, Rudy Nasens. Ja. Dat zijn ook mensen die bouwen. Zeg je wat we gebouwd hebben bij jullie de laatste 2 jaar? Wij bouwen bedrijfsunits, KMO-units. Uiteraard samen met Willy Nasens. Dat zijn projecten van 10, 20 tot 30 units. En die zijn altijd verkocht voordat Willy Nasens de eerste steen legt. En u ziet daar geen afkoeling in? Nee, het laatste project dat wij nu bezig zijn in Eeklo is volledig uitverkocht. En wij zijn eigenlijk nog zoekende naar bijkomende gronden om te kunnen KMO-units zetten, kleinere units, waar heel veel vraag naartoe is. Dus de toekomst ziet er goed uit? Er is meer vraag dan aanbod, dus op die paar procenten zal het niet aankomen, denk ik. De journalisten moeten stoppen van te zeggen dat het slecht gaat gaan. Het gaat nog niet slecht.
Dus ja, wat doen onze klanten in ons KMO? Ja, moet oppassen, want het gaat slecht gaan. En we moeten remmen. Maar als daar niet over gepraat wordt, wordt er niet geremd. Dus wij mogen niet doen, denk ik. Dat heb ik begrepen. Ik denk dat dat zeer belangrijk is. Het is niet persoonlijk. Hè. Nee, met het algemeen de media. En als de ene begint met nieuwe geest te komen en het gaat slecht gaan, het gaat slecht gaan. De andere leest dat ook. Het gaat slecht gaan, het gaat slecht gaan. En iedereen zegt dat het slecht gaat gaan. Het gaat nog niet slecht. Het zal misschien slecht gaan. Maar ik denk dat de wereld op zijn kop staat nu. Ik zou niet graag in de plaats zijn van meneer De Croo. Hoe dat hij dat gaat rechtkrijgen, dat weet ik niet. Maar er zullen problemen komen. Hè. Dus de staat heeft veel geld moeten uitgeven voor corona. Heeft de devaluatie aan zijn been. Ja, ik zou niet graag in onze eerste minister zijn plaats zijn. En daarmee hebt u alles gehad wat ons betreft. Maar de afspraak is er zo. Mooie avond nog en tot morgen.